Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja, een hele goede middag aan alle stoomvaste luisteraars. Mijn naam is Sien. Mensen, ik zit er aan tot 3 uur. Ik ga u bijpraten over het nieuwswaardige uit Suriname. Het is vandaag 20 september 2020. Een hele mooie dag in Rotterdam. Zo'n pier alleen 32 tifi. Maar het is niet koud, warm, mensen. Alleen ja, de zon is schijn, maar het is lekker zo. Ja. Wees van harte welkom, weet u. Om met ons mee te doen. Maar ik ga mijn lijnen uitdoen. Want ik ga het hermetisch afsluiten. Want ik wil mijn verhaal doen, mensen. Isabel. Het was een hele zeer bewogen week geweest in Suriname. Met name Isabel. Er is groot bezoek geweest. Voor het eerst na een hele lange tijd, Isabel, dat er een land als Amerika, Suriname, bezoek. Is mooi, prachtig. Maar ik ga daar niet zoveel woorden aan vuil maken, want ik denk dat alles gezegd is daarmee, Isabel. Suriname moet proberen zijn voordeel uit te halen. Ik wil wel 2 opmerkingen maken, mensen. Miwan tak wel toesani, Isabel, omdat zij de, wat mij is opgevallen, ja. 1, wat mij is opgevallen is Amandis Kong, de Amerikaan Kong, en Isabel, de man is hier. Ze nemen geen blad voor de mond, hè. Ze zijn Amandis en Amandis ongenoegen kenbaar in zijn naam. En wat duidelijk, en Filukusan Amandis tak duidelijk. En ook bedoel, aan elkaar Venezuela neemt. Maar hij heeft gezegd, ja, kijk, we zijn voor democratie. Nou, democratie is doodgeschoten in Venezuela. Isabel, we zijn voor mensenrechten. Ja, Isabel, toch mensen. Heb je tak je bent voor mensenrechten. Venezuela, ja, is, hoe je dat ding, mensenrechten, is ook op de vlucht geslagen. Om in die Venezuela, ik meen dat het over de miljoen is die een veilig inkomen hebben gezocht in naburige landen, Isabel. Dus, Anita King, mij bedoelen wel, Isabel. En ja, waarom hij landen als Suriname, hoe heet het, Guyana aandoet, dat ben je ziet dat je verkiezingen hoor. Want toen, jugu-jugu bedde, maar op den duur, en daar zie je ook tegen de buitenlandse mogendheid, zo betakje, alle man is in Nerkeus, Bouters, noem maar op, en meneer Granger ook toe, die ben vooraf verkiezingsuitslag voor Guyana. Ja, de kon draaien bij, of zei, je hebt geluisterd dan, Isabel. En naar wie heb je geluisterd? Ja, Rara, jij mag dat gaan invullen, Isabel. Maar dat was Sanang. Want ja, Sanang schreef hij op het nippertje eigenlijk, de man die zei, kon draaien aan een paar botten travasie. Maar aan ook zomaar dat ze goede mensen zijn. Kijk, in Guyana heeft het veel te lang geduurd. Daarom Amerikaanse regering. In Suriname ook. Het zijn buitenlandse mogendheden die deze mensen aanspreken. Dat je hier nog kijk, if je wat moeilijkheid nou, dan is ja, wie doet. Maar het is goed. Ik hoop dat de Surinaamse regering hier profijt van trekt. Want ja, Bouterse, Tjaurugo, Potti en Wanlo. Boegoegoegoe in zijn naam. En ja, mensen, voek moppen uit als aan dat hij. En daarom, Mitaki, ik wil er 2 opmerkingen over maken. Met name China. Want ik heb niet begrepen, mensen, waarom meneer Albert Ramdin de Chinese ambassadeur in Suriname niet op het matje heeft geroepen. Want ja, dat is pure vrijpostigheid, mensen. En ik vind dat hier, kijk, natuurlijk, in om ze gebouwd op de Amerikaan, toen ze voeren. Maar daarnaast, I'm sorry, dat is niet hier, nou. Jij hebt hier belangen aan de Sandati, maar je ne kon bepaal a beleid ki uno. Je ne doa Sandati. Ja. Want hoe kan het dat een ambassadeur ook reageert op iemand
die jij hebt uitgenodigd en toestemming hebt gegeven. Dacht, ja, wees welkom in Suriname. En die man gaat een beetje fel van leer. En mijn hoop dat je alle programmamakers die zie ook napraten als aan die zie. Want kijk, soms is napraten goed, hè. Dus ik hoop dat in alle talkshows dit ook mee wordt genomen, Isabi. En onopvallend, ja, staan vast, hè. Maar je moet er iets over zeggen, mensen. En ook kan, dat je, zodra je van Sani, kijk, even wat mannelijke bouter zei, dat nonsens, dat is aan dat hij, dat ja, de koning kon, dat hij alles. Nee, ik heb dat ja, in om te kennen serieus, Isabi. Maar een Chinese ambassadeur, ja, die gaat fel gaat reageren op het bezoek van een Amerikaanse afgezant van de regering van Amerika. Mensen, wat is dat voor vrijpostigheid, jongen? En daarom moet ik dat kijken aan minister voor Buitenlandse Zaken. Die moet hem op het matje roepen en accent dat jongen, kijk, dit is diplomatieke taal, hè. Dit is het beleid van Suriname en Suriname mag uitnodigen wie je wil. If this sneeze is bij doe, als dan is hij een trakondre of zang, waren ze al lang op het matje geroepen. Om te zeggen van, jij bepaalt het buitenlands beleid van ons niet. Dat doet de regering, de Surinaamse staat doet dat, niet jij. Dus mensen, zelf dit ding is strafbaar gesteld, hè? In het wetboek van Suriname. In Filiko, belediging aan een hoge functionaris. Hè? En wetboek van strafrecht met dat. In Filiko, artikel 158, wetboek van strafrecht, lid 2. Ja, lid 2. Opzettelijke belediging van een vertegenwoordiger van een buitenlandse mogendheid bij de regering van Suriname in die hoedanigheid aangedaan. Wordt gestraft met 2 jaar gevangenisstraf of geldboete van 4e categorie. Oké, okay. Ja. Dus opzettelijke belediging van een vertegenwoordiger van een buitenlandse mogendheid bij de Surinaamse regering in die hoedanigheid aangedaan. Isabi, je moet er iets over zeggen. En is hier een vrijpostigheid weer? Ga ik dat woord vrijpostigheid van de Chinezen benoemen? Want wat zou de man doen? De man put Suriname onder druk. Want wat is gebeurd? Men heeft dan gelijk die baggerproject als het ware stopgezet. En dan wordt er naar buiten gecommuniceerd naar het Suriname-gemeenschap. Dacht, ja, maar dat ding is niet betaald. Ja, maar het idee. Usabi taki sernane pai pai man. Ja, hoe allemaal is sernama en hoe allemaal is sabi taki verrekaring. En sernama no lobby pai pai man. Dus ja, om dat ding stop te zetten, ik hoop niet dat het een pressiemiddel is of een afstraffing is voor de Surinaamse regering. Omdat de man go nodig van Amerikaan uit. Tak, ja, je wil komen, kom maar, je bent welkom. Isabi. Dus dat moet ook een beetje gezegd worden, mensen. Dat je, ja, als aan de Chinezen mogen dit niet doen. Ja, als je daar China, dan mag je doen. Maar ja, je bent ambassadeur van China in Suriname. En je mag je niet met het beleid bemoeien wat deze regering aan het uitvoeren is. Ja, maar ik zeg je mensen, dit ding, de brutaliteit, ja, wanneer je dat begrijpt, hoe de diplomatieke wereld, de diplomatiek korps eruit ziet en hoe zij zich dienen te gedragen. En daarom zeg ik van, kijk, je ziet een soort positie hoe manoeuvreren, hoe schrijf ik, hoor. Na al die ellende die Suriname heeft moeten meestaan. Dat want takkie, sneezie want kon bepaald die. Want buitenlandse mogendheid, daar kon bezoek Suriname. Wat hij wel mag zeggen en wat hij niet mag zeggen. En het moment dat takkie, ja, sneezie vernietigt Suriname. Ja, dan zijn de rapen gaar. Dan ja, ja, een probleem. En daarom moet takkie, kijk, Albert Ramdin en Santokhi, die moeten hier stelling innemen om duidelijk te maken aan de Chinezen dat wij zijn het bevoegd gezag in Suriname. Nou, UNO heeft bepaald
De president van de Republiek Suriname bepaalt het buitenlands beleid. Niet een of andere ambassadeur, omdat je wat geen money naar de zand, afhankelijk voor mij, dus je moet je mond houden. En daar doet hij dat je maar in om nodig gaat, man is uit. Hoe dan, mensen? Va, ja? Want nou, je ziet ze toch naar de sneeuw. If ze lang op je werken samen naar Amerika, naar alle de zand, dan ga je dat ding krijgen dat je. Gaat een beetje loskomen van China. Want ja, dan onogo teki lening naar jou. Er zijn nog andere mogelijkheden. Dan ja, China precies kon wankeltje zo. En ik vind het goed hoor. Je moet niet te veel afhankelijk zijn van één land. En vooral niet van China, omdat ze nama niet begrijpt. Surinaamse mensen begrijpen niet waarmee ze bezig zijn. Vooral boter ze niet destijds. En nu zit dat rommel in Suriname. Ja. Kijk maar over de hele wereld. Sinds niet zij doen aan Afrikaanse kondigen aan de sanity. Wij zijn zo blind. En hoe doof zodanig. Dat we niet zien. De sanity. En we kosten dat met man. Kolonialisatie, slavenhandel. Al dat soort nonsenserij, Isabi. Maar wat de Chinezen doen. En hoe de Chinezen dat land binnen een hele korte tijd leegplunderen. Dat doen niet zien. Dus aan de ene kant vind ik het een hele goede set van de Surinaamse regering om te zeggen, ja, wees welkom, wees welkom. Maar aan de andere kant, mijn tijd, ja, kijk nou, Suna, ik stuur een duidelijke boodschap aan jou dat jij je niet moet inmengen met staatsaangelegenheden. If uno vindt dat ik maar moest komen. En die man, wij hebben... respect voor mensenrechten, naar democratie, lik van de mantaki. Nou, dan moet je alles kunnen zeggen. Ja. En als jij gebelgd bent, ja, dat is jouw zaak. Maar als ambassadeur moet jij je diplomatisch opstellen en als zodanig gedragen. Dus, mitagetag, dit moet Suriname niet over zich heen laten gaan. Roep hem op het matje, Isabi, en ja. In afgoed doen, en je mag het niet publiekelijk doen. Nee, maar ja. Dat zijn Taki Yukaraman Kong op het matje bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En je gaat met die man praten. Van nee, kijk, dit ding mag niet. Je mag niet bemoeien in staatsaangelegenheden. Gokot de bon, waarvan je vergunning hebt. Nou ja, Isabi, nou ja. Godika go to, godikidesani en zo weet je. Want die, ga die prijzen verhogen in die winkel. We weten het allemaal. Hoe nee, dat kan zo zo. Dus mensen, ik zeg dat hierin, kijk, Suriname inderdaad hulp zoeken bij Nederland, naar Amerika, om een beetje los te komen voor de sneezie. Isabi, het eens dat ga ik er iets uitgebreider op in, dan ga ik u laten zien van, ja, wat deze mannen, de sneezie, hebben bedongen. In Suriname. Isabi, P.U. en P.I. government take. De man is niet P.I. Ze hebben vrijstelling gehad. En ja, de man kiezen ze niet voor een aantal jaren. En zij moest doen. Je gebroken op. Nee toch. Je hebt een overeenkomst getekend met die mensen. En ja, je hebt een vliva overeenkomst. Nou, want Isabi, toch mensen, continuïteit van beleid is een van de belangrijkste principes die we konden. Hier, Stacey Kong, ja, de man met Bouta. Ja, moet je luisteren, kijk. Maar dat doe alles gees, nee, zie. Zolang hij lang op je money naar de zand, dat is er niks aan de hand. Dus ja, die man heeft alles verkocht. Als het ware, aan die Chinezen. En nu, je collectra regering. En ja, continuïteit van beleid. Je moet dat dan voortzetten. Ja, boy, ja, je is niet zo op poerak. Nee, dan is het vraag om moeilijkheden. Dus de Anokan, ja, bief. Beten door voor een rommelzaam vorige regering, Mickey. En natuurlijk, ja, kijk, daar waar je kan onderhandelen, weer heronderhandelen, goed. Maar ik zeg je, mee tegen, welkom in mijn wereld. Jere, oefen wel, man. Ik wou dat ik, ja, ik teken, ik gie, alles aan. Ik heb ook geen, hoe je dat ding, government take te betalen.
Ik krijg ontheffing van bepaalde belastingen, invoerrechten. Nade want dat die dat joko nou tak, ja, maar laten we onderhandelen. Want ja, dat is nade. Want hij zegt, nee, ik doe dat niet. Meer een deal dan aan jou. Hou je bij die deal. Want ik hou me er ook aan. Snap je mensen? Dus het wordt moeilijk, maar losgezien daarvan, ik blijf het je zeggen, dat je er nog kijk, je kan zeggen wat je wil. Als hij niet zo'n sneeze iets doet, in zijn naam voor het ambassadeur, het is niet ambassadeurswaardig, zo hoor je je niet te gedragen. Je moet je niet mengen met wie dan ook Suriname wil uitnodigen. Kijk, dadelijk 25 november, dan ga je zien, dat je hier, nou kijk, 45 jaar onafhankelijkheid Suriname. En ja, Suriname gaat een paar mogendheden uitnodigen. En de mannen ook, Cuba, Venezuela, ja, ze zijn ook goed. Maar je weet, deze mannen gaan een heel andere koers varen. Want de man, ze willen uit die klauwen van de Chinese draak geraken. En ja, moet je luisteren, kijk. Takangas op naar mannen, die voeren was niet zo'n kreeg. Dat is niet zo'n ding. En het is want die dat thai, ik kwam boos met die, nou een paal en een vijasong. En dat hij doet naar jou, Isabi. Dus ja, kijk, if you want to be so door, moet jij weten. En op boem tak hem gevoeren. Ja, maar het is ook niet goed dat je die Chinezen een vrije hand geeft om alles te doen. Isabasan heeft meneer Van der Santo. Meneer Van der Santo heeft openlijk gezegd, ik wil man, kon je niet Chinees winkelen. En meneer Bainex, ja, ik kan aksamman, ik kan aksamman, ik kan man, gwe uit dat winkelen. En van man, want gwe, dat is zoetamman kiri. Het zijn niet mijn woorden, mensen. Maar dat zijn dingen, voorrechten, zei ik in een man, dus in om klagen. Maar ik hoop dat deze regering stelling neemt en zegt van nee, kijk, deze brutaliteit tolereren we niet. Jij mag je niet in het buitenlands beleid bemoeien van Suriname. Daar gaat de president van de Republiek van Suriname over. En jij bent ambassadeur. Je moet je als ambassadeur gedragen. Je mag je niet bemoeien met interne staatsaangelegenheden. En ja, hij moet het weten, want hij is ambassadeur. Hij weet dat het strafbaar is gesteld in artikel 158, wanneer je een bevriende natie, ja, gaat beledigen. En je grove uitlatingen gaan doen, nou, dus dat nog kan, weet je mensen. Dus, en ik hoop dat Suriname zich niet laat chanteren, dan brada je stoppen aan het baggerproject. Dan stop je het gewoon. En dan een paai, klaar. Want je moet niet vergeten, ik had afgelopen dinsdag dat stukje gedraaid voor jou voor van Balasnedam. En je ziet wat er gebeurt toch in het buitenland. Wanneer jullie Balasnedam, je kon je bouwen aan brug. En, maar dat ding is niet volgens de procedure, de comptabiliteitsregel gegaan. De mannen hoor openbare aanbesteding. Wanneer jij in problemen raakt, gaat jouw land jou niet helpen. Oké, China is een hele vreemde eend in de bijt. Maar baggerproject, ga maar kijken, is ook nooit een openbare aanbesteding geweest. Dus ja, moet je luisteren. Kijk, une paiuera, weet je. Libasani. Is dat bij mensen. Maar het is een keuze van de Surinaamse regering die dat moet doen. Weet u, even kijken hoor. Goedemiddag, meneer Singh. Dat project Bagger was eerder stopgezet. Groetjes Ron, ja. Goedemiddag, meester. Want lo jugu jugu in de radio wereld Suriname. Plotseling is niemand meer goed in Suriname. China brutaal, respectloos, basuku, bafini, ja. Dat van die jugu jugu Suriname, ja. Kijk nou, dat is ook iets dat Suriname gewoon moet zeggen, mensen. Kijk. Nou, dan weer de opgedonderd jullie allemaal klaar. Weet u, dan, ja. Waarom was er geen jugu jugu? Ja. Toen meneer Limbo en al die dingen waren. Ja. En nu is er plotseling jugu jugu. Je ziet dat je van onze naam aan dit, toch? Dat, ja, maar kijk, uno wan niet ondersteunt. Gewoon dat hele ding opruimen, klaar, wegwezen, opgerot. Je moet het maar accepteren. Er is een nieuwe regering, nieuw beleid. En als jij je niet kan conformeren aan dat nieuw beleid, brada, oprotten, klaar.
Gewoon korte met de duidelijkheid verschaffen aan de Surinaamse regering. Mensen van radio's van Suriname, Isabi. Even kijken hier. Goedemiddag, meester Sien. Met een vaste luisteraar van uw informatieve programma. Mevrouw Santoki wordt in verband gebracht met een fonds cocaïne in de KLM-vliegtuig waarin zij zat. Er wordt met bagger gegooid en ook allerlei lasterpraatjes, ook in de kranten. Heb u dat ook gelezen? En wat is uw mening hieromtrent? Vanaf die mevrouw in Nederland is, worden er heel wat nonsens verspreid. Groetjes en ik blijf luisteren. Blijf luisteren, dan gaan we wat over mevrouw Santoki zeggen, Isabi. Ga nergens naartoe. Ja? Even kijken hoor. Fijne uitzending, afzender, de heer Wijnruit. Ah, meneer Wijnruit, ik heb de telefoon uitgemaakt, dus u kan niet bellen. Lekker, hè? Oké, mensen, dat was één van China, ja? Wat ik wilde aankaarten van, ja, kijk, wij Surinamers moeten dat niet doen. En daarom met de heet, kijk, als je die kleine snotaapjes, wat naar begibigjes maar zijn ze doen naar de staatszender, ik doe kinderachtig, dan ga ik ze kleine snotaapjes doen. Noemen. Moet jij je tijd en moeite hieraan gaan voldoen, mensen? Kijk, brother, je wil je niet conformeren. Hier een brief. Wegwezen. Voor jou 10 anderen. Er is genoeg werkloosheid in Suriname. Dus afigo broko, itsuko antra broko. Maar dit is het beleid. Kan jij je hieraan conformeren? Zo niet, dan moet je plaats maken voor anderen. Ja? Korte met de mensen. Dat van mevrouw Santoki. Oké, ik zal daar wat over zeggen. Maar we moeten luisteren. Kijk, ik heb gezegd, ik heb 2 dingen met betrekking tot dat ding van, dat bezoek van die meneer Pompeo. Er is al veel gezegd hierover, dus ja, ik ga daar niet inhoudelijk op in. Maar, desnezi vind ik niet goed. Maar, hier zijn mensen, kijk. Nou, je ziet, zijn Ipsan in zijn naam, toch? Met name Brunswijk. Brunswijk was in geen velden en wegen te bekennen. Daarom dacht ik, ja, maar waarom dan? Die man is VP, hij is democratisch. Ja. Je hebt gelijk. Surinamers hebben gebruik gemaakt van hun democratisch recht voor kiezen Brunswijk. Niemand mag ze dat weerhouden. Dat mag. Maar je noemt vergeten dat Amerikaanse regie hebben democratische rechten. En Amerikaanse burgers hebben gebruik gemaakt van hun democratisch recht. En ze hebben gekozen die Trump. Ja, en indirect die de beleidsmakers voor Trump ook, meneer Pompeo. Nou, of de man dat hij, Isabi. Dus, dat is dat democratische recht van de Amerikanen. En die mannen hebben gezegd, moet je luisteren, kijk. Je moet je niet gaan mengen met mensen die hun eigen bevolking hebben uitgemoord. Dat moet je niet doen. Hoe zou je dat Amerika? Ik hier alles maar overal in de wereld. Even doe verveling. Nou, de one dat is, sorry. Maar goed, je kan jouw eigen bevolking niet uitmoorden, mensen. En ja, Mitegi, als aan die ziefste naam, dat hier, moet je luisteren, kijk nou. Is leuk en is aardig. Nou, de one dat is. Uno wani acceptering. Maar ja, jammer, sorry voor jou, maar het is één ding. In Suriname ook hier, hoe zeg je? Nou, lekker in Rwanda. Ja. Rwandese hebben elkaar vermoord. Want dat gaat goed toe, trouwens, dat gaat Matutsi. Wat zijn Rwandese? In Suriname hebben we het ook hetzelfde gedaan. Je kan het alles noemen wat je wil, je kan het vermoorden. Senamang, kier Senamang. Senamang nog wat Frans, dat ik ook kier Frans man. De man nog wat Guyana, ook kier Guyanees. En aan het zuiden, de nog wat Brasson, dat eeuwig ook kier want toe Brasson man. Nee. Ubeda Senang, ook kier Oesrevi. Ja. Dus, Brunswijk is daar onderdeel van. En vandaag zie je, hij betaalt het gelag. Ja. Ik wil u meenemen naar een stukje, om je te laten zien van, moet je luisteren, kijk. Wie dat ding? Dat dit ding eerder gebeurt, hè. Dat landen, wanneer ze weten dat je mensen hebt als Brunswijk en meneer Boutersen, dat ze gewoon, eigenlijk waar, als het ware, op jou spugen. En de man, nee, mijn ding zelf naar jou en je moet wegblijven. Ja? Daar ga ik u meenemen naar een ding van EU. Waar de EU openlijk zegt, dat hier, moet je luisteren.
of boter ze, doe ze niet. En kijk, we vinden de keus om te komen vergaderen in Suriname. We vinden ze dat een goede keus, want ja, wij willen niet gezien worden met boter ze. Vandaan, die man is toch democratisch gekozen? Ja, dat is jouw pakje aan. Maar ik kom uit Europa en wij zijn ook democratisch gekozen. En die mensen die ons gekozen hebben, die hebben bepaald, ja, je mag je ook niet inmengen met mensen die hun eigen bevolking uitmoorden. Dus ja, Oesa Kong, Nassanang, maar dit zijn de voorwaarden. En ik zag hier toch mensen, kijk, in Suriname. In Suriname, Sanama nee, verteri. Ze vertellen je totaal niet. Maar die zie, denk aan die ACP en EU-meeting. ACP, African, Caribbean en Pacific Countries. Hè? Isabi. Of CELAC. Die denk je dat de man, die is de big big my kong. Naar Sanam of the Gouden Sanity. Dan moet je één ding weten. Meestal is het de Europese Unie. Zijn bij een ticket gaan. Na bij een paar hotelkosten gaan man. Voor kong onderhandel, kom vergaderen naar de Wanati. Ik zeg je dat dat zo is. Ja, en die sapsade mij doet. Oh ja, dat doet Charin vrouw. Oh, Charin secretaris, blijkt die secretaris. Nee, buitenvrouw. Weet je. Dat soort dingen. Maar ja, we weten dat, dat de man die ze doen. En daarom komen deze landen niet snel vooruit. Maar wat zie je gebeuren? If mijn pai, dan ga ik ook bepalen en ga ik eisen. Dus dat ding van Brunswijk, wanneer je ziet dat ja, men in die protocollen opneemt van, ja, moet je luisteren, ik wil geen, ik wil die man niet zien. En hij komt niet naast ons staan en we gaan zijn handen niet schudden en dat soort dingen. Ja, dat doen we niet. Isabi, Temigwe, prima, mag je doen. Hij is een Surinaamse burger, je hebt ervoor gekozen. Veel geluk ermee en veel plezier, alsjeblieft. Isabi, maar met mij moet u wegblijven. Kijk, EU, laat me u meenemen. Kort voordat die amnestiewet werd aangenomen, werd er in Suriname. Suriname kreeg dan dingen. Beurt om een vergadering te hosten. Isabi, dus daar, ja. En wat Surinamers niet begrijpen, kijk, ongeveer 1 miljoen euro's worden dan besteed voor pay de ticket Giada de Manitese, de man van Caribbean, de Kong, de man van Guyana, de man paya ticket gedenk. De man paya hotelkosten, kijk, we gaan hier zo blijven voor zoveel dagen. Blijf maar, alsjeblieft. En dat was zeer gebeuren wat een Surinamer niet begrijpt. Dat keer de EU op paya allerlei onkosten dat die. Wat ze niet hoeven te doen. Maar ja, de mij praxeer, ja. De man is naam Moni, Isabi, naar de man het Kodewijn, de Hora-meeting, de ook bang de man, daar hebben we ons een beetje schoon gepraat. Begrijp je? Maar goed, de no lauto, want de nego doet toen si furu concessies aan jou. Want ja, Isabi toch, al te goed is buurman gek. Maar goed, je moet nagaan dat die hostland, bijvoorbeeld Suriname in dit geval, er wordt een miljoen in jouw land gestopt. Ja, al deze mensen, die gaan een hotel boeken. Er wordt een hotel voor ze geboekt en het wordt betaald. Ja, die werknemers van dat hotel, die gaan deze mensen bedienen. Die mannen krijgen dan een salaris. Ze kunnen naar huis gaan. De kapai, de njandringi, alasani, isabi, naga de pai mafde. Die mensen die komen, die hebben vervoer nodig. Door rijtaxi, door doedisi, trouwjur, limousine. Die, al die bedrijven verdienen daaraan. De Mabi, Smasso, Krima, Otto, de monteur, zo zijn. Die mannen krijgen salaris uit dat geld. Isabi toch, mensen? Ja? Deze mensen moeten eten. De drinkwasani, de uksani. Ja, heb je cateringbedrijven? Al dat soort dingen worden betaald. En ja, zo zie je dat je kijkt, zoiets brengt een boost aan de gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap. En dan. Mensen krijgen salaris, de kampai de paiman, de kan nyan dringen, me kwam chimoni. Isabi, maar je hebt die idiote beleidsmakers die zeggen van ja, moet je luisteren. Kijk, in dit geval was het meneer Parmisser, was benoemd tot commissielid. Voor kon onderzoek dat hij fout doet, fout niet doet aan de sanity. Maar om terug te komen op dat feit, wanneer de. Je niet wil voldoen. Dacht, ja, nee, luister, Brunswijk is gekozen.
Hij komt erbij staan en je bent meneer Pompeo. Je bent verplicht om op de foto met hem te gaan. En ja, in afbraak zijn hoor je, maar je zegt aan hem, dat ik een foto, dat ik een poting in mijn lijst. Nee, dat gaat hem niet worden. EU heeft hetzelfde ook gedaan. En dan ga ik u meenemen naar dit ding. Dan moet u maar luisteren zelf of het klopt of niet. Want de EU weigert pertinent ook, zeg ik je, om mensen in conclave te gaan met mensen die mensenrechten schendingen op hun naam hebben. Dus luister maar naar dit stukje, ja, van wat er hier zo gebeurt. En probeer te denken wat ik u verteld heb over wie het betaalt naar de Sanatine. Om denk je dat gaat zijn naam, Isabel Payen. Maar ga maar zelf luisteren. Er is een voorstel gedaan vanuit het presidium, dus zeg maar het bestuur van de ACP, EU-delegatie, als voorstel om naar Suriname te gaan. En in principe heeft iedereen gezegd ja. Dat is in maart gebeurd. In april wordt die amnestiewet aangenomen. En direct daarop zegt meneer Parmesar, ik heb gehoord dat ze naar Suriname komen. Nou geweldig, dan moeten ze ook de president Boutros ontmoeten. Daar zijn we heel helder in. En ja, dat is voor onze reden geweest om te zeggen, wij gaan als Europees parlement in Horstens of in Denemarken volgende week zeggen dat wij het voorstel niet overnemen. Hoe is de gang van zaken eigenlijk bij dergelijke vergaderingen? Dat u in het gastland, dan ontmoet u daar ook de regeringsleider, de president, of gebeurt dat niet door de parlementariërs die vergaderen? Nee, dat gebeurt in principe niet altijd. De ACP-landen die moeten nog aangeven of ze dan meegaan met het besluit van het Europees parlement. Dat gebeurt komende maandag in Denemarken. Wat verwacht u eigenlijk daarvan? Nou, er wordt gestemd, hè. En er zit, iedereen heeft een aantal stemmen. En dan wordt er gestemd. En als dan Europa tegen is en de ACP voor, ja, dan heb je gelijkheid van stemmen. Dan gaat het niet door. Dan gaat het niet door, sowieso. Er is een besluit genomen om Suriname voor te stellen. Er is nog niet een besluit genomen om naar Suriname te gaan. Dat is een onderscheid. Er is een besluit genomen door het presidium van de ACP om naar Suriname te gaan, en die zou komende maandag of het komende week in Denemarken, moet dat besluit dan worden goedgekeurd door de assemblee. En dat, daar gaat nou Europa tegen zeggen, dat gaan wij verwerpen, dat voorstel. Tenzij jullie met een andere locatie komen. En dat Europa nu heel bewust gaat zeggen, wij gaan hier niet aan meewerken, daar heeft de opmerking, het persbericht van meneer Parmesar wel aan meegewerkt, ja. En wat nu als de ACP-landen voet bij stuk houden en zeggen van toch Suriname? Nou, dan zal er geen overleg plaatsvinden, want dan is de Europese counterpart, die zal er niet zijn. Met als gevolg dat je kunt wel met twee partijen vergaderen, maar als één partij er niet is, ja, dan kun je er ook niet naartoe. Komt ook bij dat Europa alle kosten betaalt. En ik denk dat dat een verstoring van de relatie is tussen Europa en de ACP-landen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. En die kosten die belopen een paar ton? Ja, dat gaat, ik denk wel naar een miljoen toe. Misschien wel meer. En dat kunnen de ACP-landen niet voor hun rekening nemen? Ja, misschien ook wel. Dat weet ik niet, als ze dat willen. Maar normaal gesproken, in het verleden is het altijd geweest dat Europa de kosten betaalt. Ook van de parlementariërs van de ACP-landen, hun reiskosten en dergelijke. Nou is het voorstel, het tegenvoorstel wat gedaan wordt van laten we de zaak maar verplaatsen naar het buurland van Suriname, Guyana. Hoe reëel is dit? Nou, dat is heel reëel, want er komt behalve dat in Suriname zijn op dat moment als wij er zitten in november, de locaties zijn bezet waar we zouden kunnen zitten. Dus er moet al een grote tent worden geplaatst. Nou, vergaderen in een tent is nooit zo spectaculair. En brengt ook nog een keer over kosten met zich mee. Het is makkelijker om in een congrescentrum te vergaderen. Dus dat is een tweede bijkomstigheid, maar dat is niet de reden. Maar de vraag is nu of Guyana dit überhaupt zou willen en kunnen op zo'n korte termijn. Nou, in Suriname zijn ook nog geen voorbereidingen getroffen, dus wat dat betreft is er niets aan de hand. Nou, ik begrijp dat er een voorbereidingscommissie onder leiding van meneer Parmisse, die u daarnet een aantal keren genoemd heeft, dat die daar driftig mee bezig waren. Nou, die hebben geïnventariseerd. Waar kunnen we het organiseren? Zijn er voldoende hotelkamers in Paramaribo? Is er een ruimte waar 500-600 man kan confereren? Nou, dan blijkt dat het aantal hotelkamers beperkt is. Dan blijkt dat er een congresruimte niet voorhanden is op dit moment, want die is verhuurd of
in ieder geval aan iemand, aan een andere organisatie toegezegd. Dus het is een beetje ongelukkige omstandigheden allemaal samen. En dat betekent dus dat daar de voorbereidingen er niet voor zijn getroffen. Dus er zijn er geen kosten gemaakt. Behalve dan dat er een kleine club heeft geïnventariseerd. Hoeveel hotelkamers zijn er in Maribel in die week voorhanden? En waar kunnen wij als ACP vergaderen? Mocht overhoop de Guyana niet kunnen, niet willen, wat dan? Dan zoeken we een alternatief. Er zijn landen genoeg, hè. Dan kunnen we naar bijvoorbeeld Aruba of Curaçao. Of er zijn landen genoeg waar we naartoe kunnen. En dat zei Twan Manders, hij is Europees parlementariër voor de... Ja mensen, dus kijk, dit soort dingen gebeuren, Isabi. Wanneer je mensen hebt die zeggen van, ja moet je luisteren, ik wil hier geen inmenging in hebben van Surinaamse mensen die met name een VP-functie bekleedt, maar ja, waar zo'n beetje bloed aan hun handen kleeft, Isabi. En ik had u laten horen dat geschrei en dat geklaag van mevrouw Delen, weet u, die zijn zoon vermoord is, Isabi mensen. Dus, Jere, wanneer je Brunswijk niet ziet, dat begrijp je. Dus mensen, ik heb twee dingen gezegd. Ik heb gezegd, die brutaliteit van die Chinezen moeten wij Surinamers niet waarderen. Ja, dat ze dat doen. En de regering moet hier stelling nemen. En ja, if you're not doing, dan hoop ik, kijk, en dan zeg ik, kijk naar Sernamang. Om een beetje mijn foto. Zij niet reageer, zij niet sani, zij niet doe. Nou, dat je gaat protesteren naar de Wanda tegen de Sneezy. Daar zie je de laaghartigheid van Sernamang ook toe. Isabi, de niet doing. Even kijken hoor mensen. Is een... Even kijken, fijne uitzending, Wijnrein. Operatie Orion, als Jan had gedaan wat met Nederland, Frankrijk en toen president Venetian was afgesproken, dan was het klaar met Bouta. Maar Nederland zou behalve Bouta ook andere drugs lords arresteren. En die zijn juist de matties van Santoki, dus heeft hij het tegengewerkt. Oké, u vroeg zich af hoe wij weer erin zijn getrapt. Je kan niet in de hoofden en haren van politici kijken. Als je 10 jaar hebt geleden, dan zet je je hoop op degene die beter beloven. Ja, oké. Dat ding van die operatie Orion, dat gaat een dingen, hoe heet het? De waarheid. Mooi zo. Meester Sien, let op mevrouw Santoki. Is mijn nicht niet negatief over haar praten als zijn de opa, iemand die uit Amsterdam, fijne dag. Ja, ik ga haar dan helemaal bespreken. Even kijken hoor mensen. Ja, beetje smabber, ja. Oké, goed. Ja mensen, kijk, dat ding van die operatie Orion, je moet dat goed begrijpen, hè. Weet u? En kijk, laat me één ding. Laat me iets laten horen. Dan weet je wat er gebeurd heeft met dat ding. Wanneer je zegt, want Isabi, ik moet voorzichtig zijn. Ik ben een Kulimang en Santoki een Kulimang. En ja, dan weet je, ik wil niet gaan op een Hindustans feestje. Feiten, ja? Weet u? Kijk nou, iedereen praat daarover, hè? Over dat ding van Orion naar de Zandertie. Kijk, je moet lezen. Ik ben hiermee begonnen met dat ding van die Orion. En ja, ik zeg dat, Lukuno, kijk, jullie begrijpen niet wat er gebeurd is met Orion naar de Zandertie. Ja? Een van de beste dingen, journalisten en meer betere journalisten in Suriname, is die mevrouw Nina Jurgen, toch? Ik hoop dat jullie het eens met me zijn. En omdat hij studeert, ja, nou, doe maar op en dat soort dingen. Maar ze is buitenlands correspondent.
Ze woont in Brazilië, maar ze volgt Suriname. Dat hele gedoe van Orion en die hele opzet van Bouters, dat zei ook even terisme, begrijp je? Je vindt het leuk dat je een buitenlandse mogendheid doet aan Dino Bouters. Nooit als dat weet, maar ja, jongen, de man leeft alleen puur gewoon. Je moet een pleins doen, je moet een pisbreden aan het takboy. Je kon kiezen schrijven. Kom bakken als krikje, Isabi. Want hij wist niet wat er met hem gebeurde. Zo ook in Suriname gebeuren toen Bouters hoorde van Operatie Orion. Hele leuke interview van journalisten. Effie Abalef, die takken aan Lens Gerdo. Hij was op de hoogte ervan. Ja? Maar, kijk nou. Bouters beschuldigt Santoki over dingen. Drugs, naar de man dat hij Isabi. Kijk, je weet toch, Suriname is een democratisch land. Even een man beschuldig je en je bent er niet eens. Naar de Cairo. Ja, dan ga je naar de rechtbank. Kijk, meneer Sloten, die biedt zijn excuses aan. Wana no wani, want dat sabi. Mi op dat Cairo leggen beslag op je ofzo. Gewoon conservator beslag leggen op zijn bezittingen. En ja, op de deur even een man paai. Zet hem uit dat huis. Zet hem uit dat huis. Begrijp je mensen? Bouterse is ook een figuur als Sloten. Operatie Orion, drugs naar de man dat hij. Luister maar zelf en oordeel. Nina Jurgen, hè? We gaan luisteren, mensen. Desi Boutersen moet excuses maken voor zijn uitlatingen over de Surinaamse minister van Justitie, Santoki. Dat is de uitkomst van een kort geding dat door de minister was aangespannen. Correspondent Henna Draaibaar. Desi Boutersen moet van de kantonrechter in Suriname een verklaring plaatsen in alle kranten en de radio's en televisiestations, waarin hij zijn verontschuldigingen aanbiedt over de uitspraken die hij gedaan heeft over de Surinaamse minister van Justitie, Sandrika Persat Santoki. Tijdens een openbare bijeenkomst van zijn politieke partij heeft Desi Boutersen vorige maand bekendgemaakt dat Santoki, de minister, deel uitmaakt van een criminele organisatie en zaken doet met criminelen. En met name werd genoemd de crimineel die onlangs in Nederland is vermoord, meneer Ajuba, ook genoemd Sigabai. Nou, ook had Boutersen Santoki beschuldigd van contact met drugsdealers. Nou, de minister stapte daarop naar de rechter en die heeft hem dus in het gelijk gesteld. Met deze uitspraak, dat is misschien nog wel belangrijker, zal misschien het politieke klimaat en de campagnes die er gevoerd zullen worden voor de komende verkiezingen behoorlijk veranderen. Want het is niet ongewoon hoor in Suriname dat politieke tegenstanders elkaar voor rottevis uitmaken en soms uitspraken doen waarvan de bevolking wel eens denkt, wat is er nu waar en wat is er niet waar. Henna Draaibaar hoort. Ja mensen, laat het dan duidelijk zijn een keertje ook, Isabel, dat je kijkt wanneer je het hebt over Operatie Orion. Er zijn nog meer details die ik wil prijsgeven. Maar, Isabel, toch mensen, is lasting dit ding. Naar de man dat hij, ik probeer Santoki niet te beschermen. Weet je, ik ga je altijd zeggen, de hel met Santoki, zolang hij doet een boom, niks aan de hand. Maar hij doet het verkeerd. Moet het ook gezegd worden, Isabel, mensen. Dus, wees op je hoede met wat je zegt, Isabi. Iemand heeft een hele lange app voor me gestuurd. Maar kan er geen noodwet worden opgenomen waarbij een verdenking van corruptie alles van de verdachte beslag laten op te leggen? De verdachten moeten dan op hun beurt. Die wet is er. Ik zeg u, enough gebroken idee. Die wet is er, Isabi. Even kijken. Kunt u ook informeren waarom er geen officiële opsporingsbevel is uitgevaardigd tegen Hoefdraad? Want er staat niks in de krant. Mij bekruipt het gevoel dat niet alleen Bouta spelletjes speelt, maar ook Santoki. Hij zou ook aan de Amerikanen kunnen vragen te helpen. Ja, ik heb u gezegd, kijk. Dat ding van Hoefdraad. Ik vind het zonde hoor. Ik vind het pakken maar op. Kijk net als Van Trick. Je moet Van Trick drie maal daags eten geven. Dat ze naar Mango was van Lisi. Dan ja, een man moest gaan wezen. Het kost je toch geld en moeite. Terwijl je alles al weet van die man. Isabi, je zou met een enkel bandje naar huis moeten sturen. Die wacht die berechten af in vrijheid.
Het is me opgevallen dat de gemiddelde Surinamer ervan uitgaat dat als ze hoefdraad te pakken hebben, de problemen zijn opgelost. Ijdele hoop, denk ik. Niemand houdt er rekening mee. Dat hoefdraad waarschijnlijk niet meer in leven. Die kans is groot, ja. Maar dat laat zien hoe bekrompen mensen zijn. Het gaat niet om hoefdraad, mensen. Je kan geen hoefdraad. Wat heb je dan gedaan? Het gaat om die daden van hoefdraad. De daden. Dat wordt berecht en onderzocht. De daden. Dat persoon komt nog. Een verkering, ja, is die persoon overleden. Ja. Maar die daden blijven bestaan. En als je onderdeel bent van die daden, ja, dan moet je niet klagen. Weet je, dan zei je door je Kirius Revino. Weet u, je kan op je kop gaan staan. Dat ding van hoefdraad komt op het bordje van meneer Bouters te zitten. Nergens anders. Ja, het komt op dat bordje van Bouters, Isabel. Dat zou we doen. Weet je, gaan we naar die daden kijken van hem? Of was het een kiri? Kan, weet je, die keuze ligt aan jou. Meester, u had een vooruitziende blik wat Suriname aangaat. Komt het nog goed, ja of nee? Nee, het komt niet goed, als je een kort en bondig antwoord wil hebben. Je kan Suriname niet regeren met Surinamers die daar woonachtig zijn. De gemeenschap in Suriname is veel te klein. Iedereen kent iedereen. En daarom gaat iedereen naar iedereen om hulp te zoeken voor al zijn problemen. En men ontwijkt die instituten, want in Sanang, die mentaliteit van ons is van, kijk, je hebt het gezien toch? Als je waterleiding wil, in Gobelna, Limbo, Bakanatori, daar heb ik grabat telefoon. Hé, hey, meneer Oosterling, jongen, je zit aan mijn kop. Ja, mensen, als je waterleiding wil hebben, moet je naar het kantoor gaan van SWM. Daar ga jij je zaken regelen en dan krijg je water. Je moet niet via een Bakanatori telefoon gaan bellen dat in mij is sorry. Ik zeg, van wie werken, jongen? Nee. En die mannen hebben dat besef niet. A denki, a tontone, wroko, tak, jongens, zou ik doen? Weet je, is dit de algemene loket waar je moet wezen voor concrete noten dat je wat raakt? En dan zie je, oh je pa man, bakat heeft dat die kies aan je, ja, wie bel bakker tegen de man, tak, is hij, jongen, bouta boe, jongen, isabe. Ja, dat werkt toch niet, mensen, isabe. Ja, maar minister, ik kon dat bij. Kunt ik aan die vastraad? Ja, bel me. Kona kantoro. Zo zo'n juro dan. Lukugi sam kan doen. Isabe. Dan. Het werkt niet zo. Je moet naar die loket gaan. Waar iedereen gaat. En ook een enkeling ga je helpen. Op die manier voor zoveel gevaarlijk. Je bent niet gevaarlijk. Je bent gevaarlijk dong. Dong. En het komt in. De hele wereld ziet dat. Van hoe dom wij zijn. Isabi, dat we dit soort dingen gaan doen. In Sanang, altijd in Awan Bakamang. Zelf if je want Njawan Pisforu in Awan Bakamang. Want dan zijn we man bijeen. Is toch erg dat? Daarom zeg ik, als u mij duidelijk vraagt, komt het goed met Suriname? Ja of nee? Zeg ik, nee, het gaat niet goed komen. Ja? Ik zeg je één ding. Kijk, de directeur van Standvaste had een interview gehad met meneer Harry van Bommel van SP. Alles aan Namansribi, niemand heeft geluisterd, is niet belangrijk. Ja? Maar die man heeft iets gezegd. Die directeur heeft hem een vraag gesteld. En dat TC Yusabi, weet je, is op zijn directeur voor Standvaste Aksaman. Actie meneer van Bommel, moet je luisteren meneer van Bommel. Suriname en Nederland hebben een toescheidingsovereenkomst. Surinaamse Nederlanders hier zo, die hebben voorrechten in Suriname. Is dat ding nog van toepassing? Als het geldig is, hè? En net als hoe jij mij gevraagd hebt, Epper, heeft die man onverkort gezegd, ja, dat ding is nog geldig. Surinamers kunnen daar rechten uitlenen. Isabi, kijk, als je me vraagt of het goed gaat komen met Surinamers, niet met die Surinamers daar, sorry, anego, ja. Die mannen zijn kortzichtig. Ze leven tussen Albina en Nikeri. En af en toe de mij konja, dat de mij mekwansan mee, dat de mij bebouw is, Isabi. Ik heb je gezegd, wij leven hier in het centrum
van de wereld. Europa is het centrum van de wereld. Hier wordt er geïnnoveerd, gerenoveerd, alles wat eerder. Hier wordt wetenschap ontwikkeld, hier wordt wetenschap bedreven. Dat is mijn konading. Lageloon landen, dan gaan ze het wel uitvoeren daar. Maar kon niet, ik moet of ja, is dat toch in zijn naam, zou je ook zo schrijven af. Ik kon niet op voetapsie ka foto, of ik kon niet op foto qua tapsie. Jugo brokoi ede, voepa kon niet op. Maar ik kan je één ding zeggen, als je het op wereld gebeuren wil halen, dan je kan taxi wanneer ik kan koswit man vijf wanneer en ik kan tijmen dat meneer zing elek bakarago mag isabe. Maar in feit kan ik niet ontlopen en dat is dat hier wetenschap wordt hier ontwikkeld en wij hebben die wetenschap nodig om vooruit te komen, ja. En dan als ik zie dat Surinamers hier de kans krijgen om op heel hoog niveau mee te participeren, want Witman is dat, ja, mijn wiggy, mijn markie, mijn fasfasi, mijn smeri, en ja, boy, abon, you can come. Je bent gerechtig, je bent goedgekeurd door mij om ook mee te doen. Maar voor de rest, de tram, is lastig. No. Meneer Golas, mijn tangen, dat is aan dat, Isabi. Wij hebben de kans gehad. En daarom zeg ik, kijk naar het ding van die toescheidingsovereenkomst als die directeur rechtstreeks direct een vraag stelt aan meneer Harry van Bommel en hij geeft onverkort, ja, dat ding is nog geldig en je kan daar rechten op uit ontlenen. Ja? En zodra je als Surinamer daar gaat, moet je als Surinamer behandeld worden. Hoe wordt een Surinamer behandeld? Nou, een Surinamer, de wet zegt, elke Surinamer heeft recht op een stukje grond. Nou, dus wij ook. We moeten als Surinamer behandeld worden. In Suriname zegt de wet, hoe wordt een Surinamer behandeld? Ja, hij heeft stemrecht. Nou, dan wij ook. Togodappe. Je moet gewoon die verdrag naleven. Doen wij dat? Gaan we het opeisen? Nee. Hoe nee, doe dat dan dat niet. Omdat je de wet niet kent. En daarom vond ik het leuk toen hij hem vroeg, Jereno, kijk, kunnen we daar rechten ontlenen? Hij zegt ja, klaar. Geen ene woord aan vuil maken meer. Isabel. En daarom zeg ik, kijk, als je mij duidelijk vraagt, meester, u had een vooruitziende blik van Suriname. Wat Suriname aangaat. Komt het nog goed, ja of nee? Dan zeg ik nee, het komt niet goed. Ja? En ja, sorry, maar die mensen in Suriname zijn leuk en aardig en noem maar op. Maar omdat zij daar wonen en met elkaar optrekken. Suriname is een klein gemeenschap. Anogo. Je moet mensen hebben die mensen die kennen. Die eigenlijk geen familie hebben in Suriname. Isabi. En dan, ja, in elkaar actie met zijn dat hier. Want ja, binnen een bakkama. En je moet gaan naar die algemene loketten. Daar moet je je zaken, oplossen. Ja, maar als je zelf naar waterleidingloket gaat, werkt het systeem niet. Daarom gingen ze naar Limbo. Ja, daarom zeg ik je, kijk, u hebt het goed gezien. Nee, het werkt niet. Als je naar dingen gaat, dan moet je ervoor zorgen dat het daar werkt en niet je tijd gaat besteden aan Limbo. Want daarom zeg ik, kijk, denkie boem, Limbo, zorg ervoor dat waterleiding niet werkt. En hoe kan ik dat werken? Limbo moet werken. Ja? Je ik kon naar Limbo, je bel, baga, eenmaal 24 uur, water city. Want dat is mijn bel, baga. Ja? Die tekken naar Praga, jongen, allerlei mooie, dat is dat, en iedereen doet dat. Maar je mensen begrijpen niet dat dat ziekelijk gedrag is. Ziekelijk gedrag, Isabi. Want tradie, zei ik op ze, Limbo, Karwan, dat rakkooi naar studio. Dat de man kraag dacht, ja, maar mijn zieke jongen in de man open. Ja, wat kan bakanatori? Ja, uno orga in je. Dat is dus dan, ja, lepa microfoon in alles en dat man begin opereren. Wil je dat hebben? Is dat gebeurd er? Ja, you know, can go. Je kan het, hij moet het wel aankaarten en zeggen, hey, SWM, zei ze, ja, jongen. Mijn kan tek die telefoon en bel directeur. Ja, meneer,
met Limbo, Isabi, die, dat, die, alles soort zaken. Is toch ziekelijk gedrag vertonen, mensen. We begrijpen het niet, Isabi. Dus wij moeten gaan veranderen, Isabi. Maar ja, even kijken. Weer paisa gaan lenen in het buitenland. Nou, hé. Tjaar. Nou, hé, tjaar, Maiga, Holland. Ja. Je hebt net tegen me gezegd van, hoe heet dat? Die mevrouw is jouw familie. Dus met een taktakroefing, Isabi. Je schrijft een beetje nou. Oké. Als u zo redeneert dat het nooit meer goed komt met Suriname, dan moeten we straks niet raar opkijken als er weer een coup gepleegd wordt. Afzender Wijnruid. Ja, natuurlijk, ja. Je moet niet klagen. Maar coup plegen is voor zieke mensen, meneer Wijnruid. Ik vind nog leer niks, vind ik. Ja, kijk, in 1980 hebben we een coup gepleegd. Ja, ja. Heeft het vooruitgang gebracht? Nee, toch? 87 gingen we weer naar de stembus. Ja. Binnen een aantal jaren weer een coup door Granhoeks. Oké, en nu? Wat doen we weer nu? Dan gaat er weer een coup komen. Ja. Coup is geen oplossing. Coup is voor mensen die ongeschoold zijn. Kijk maar naar Boutersen, kijk maar naar Granhoeks. Die pleeg gewoon coup, dat was dan. Look hoe mijn coup even in de plaats. Bij een, hoe heet het, in Afrika. Dat is erg. En wat krijg je? De Fransman gaat naar de kopie ondersteboven. Je hebt een coup gepleegd, hoor. Hoe dan? Weet u? Even kijken, hoor. Want ik weiger te geloven dat mijn land verloren is. Ook al is het waar. Ook al is het waar, je weigert het te geloven. Heel mooi. Ja. Kijk nou. Wat ik probeer te zeggen is, van moet je luisteren, als wij hier ervoor zorgen dat Suriname vooruit komt, en dan nee, bedoel ik niet helemaal een pakket. Nee, je moet het juist niet doen. Ja. Oké, dan missen we money. Ja, moet je juist ook niet doen. Je moet geen geld sturen, je moet geen pakket sturen. Ja. Wij hebben iets hier geleerd op school tegen Ghassani. Kijk wat er in Libië is gebeurd. Je schiet gewoon die kop af van de regering. Die centrale macht wordt weggeslagen. En dan laat je het zo. En dan komen allerlei wetenschappers die gaan kijken en bestuderen van hoe het gaat met de bevolking. Want ja, je had een man, die zei, een filosoof, Duitse filosoof, en dan mogen we filosoferen, maar ja, het zijn dingen die, waarmee je wordt geslagen. Deze is gewoon bang, die mensen. Oké, Hart heette die man, L.E. Hart. Hij zei, de mens is voortdurend in staat met in oorlog met elkaar, Isabi. Maar hij had dat ding genuanceerd en gezegd van, moet je luisteren. Tere man is een fitty, Ibri Lezi. Ja? Op de duur, de moko leri takjere uabi, werken samen met elkaar. En dat theo werken samen met elkaar. Hoe begint dat? Mjauwan ksaba, jouwan bana, of man nyamsi. Hoe kijk je nou? Je afufa ksaba, mi afufa sanati, dat uala tunyang, Isabi. Economen weten dit. Edwards Box, no? Of voor mijn karasan, dat is nog economische mensen, maar ja. Oké, okay, goed. Weet je, delen samen. Want dan krijg je maximale. Ja? Het maximale ga je eruit halen. Ja, een man, zang, stong eerst naar bijvoorbeeld een pisk saba. Dan gaan we trouwens doen naar een pisk groenbana. Als je geen man afufak saba, dan gaan we trouwens geen afufak saba. Dan heb jij. Het is niet alleen in één hand. Ja? Je moet naar het maatschappelijk evenwicht zoeken. Het maatschappelijk optimum, mensen. Wat is optimum? En dat is de hoogste waarde die een natie heeft, Isabi. En als je dat niet kan bereiken in Suriname, ja, dan heb je een probleem. En daarom zeg ik Suriname is dingen. En ja, sorry. Weet je, meneer Wijnruin, want ik weiger te geloven dat mijn land verloren is. Ook al is het waar, ja. Indirect zeg je van, ja, het is waar, maar ik weiger het te geloven, Isabi. Weet je, kijk, alleen zo kan jij dit ding aankaarten om mensen een beetje te bewegen om te zeggen van, hé, nou,
verzoek Congo even aarde, laten we wat doen. Weet je, maar wel iets goeds. Meester, gooi alle lijnen open. Ik wil meneer Hoes horen. En Andrie. En Gilly. Nee. Ik gooi het niet open. Ik wil iets gaan vertellen. Die ene meneer heeft me gevraagd over mevrouw Santokki. Ja, mensen, laten we het daarop gooien. Kijk, maar blijf die app sturen. Ja. Oké, mensen, mevrouw Santokki. Als ik naar haar kijk... en laat me je eerlijk wezen, maar ja, ik heb in leeftijd. Hè. Dus ja, ik zie haar als een dochter. Maar ik heb haar... Ik heb vreselijk medelijden met haar. Mevrouw Santokki is de first lady. En ja, ik merk gelijk iets op. Ik kan tjarenga Pusugrunu Kwamala Sumutu. Ik kan tjarenga Calcutta naar Saramaka. Isabi of Van Pettenpolder. Die gewoon to plastic tassakjes desnezi. Met allerlei giftige stoffen in die verf. Sanema Mekki Asani. Want ze mogen het daar niet gebruiken. Ze kunnen het niet in Europa verkopen. Want het is verboden. Dat de meiden die Afrikanen. Nou, die konden er niks aan. Isabi. Dat hier geef je dingen. Je kan zo'n first lady hebben hoor. Dat ook iedereen maar Pusugroen doen. En zei, hier jongetje, een tas. Want ja, meer kan ik niet voor je betekenen. Ja, maar ik ben de first lady. Dat kan. Maar wat ik gezien heb hier in Nederland. Zeg ik eerlijk. Dat je jongen, kijk. Ik vind het goed wat ze doet. Alleen, laat me gelijk zeggen. Deze mevrouw, niet Santokki hoor. Vergeet Santokki. Deze mevrouw heeft de grootste ondankbare taak van Suriname. Een morbi ondankbare taak ligt op haar schouders. En ik ga u uitleggen wat ik bedoel. Ja? Ik ga u uitleggen wat ik bedoel met die ondankbare taak die zij heeft. Kijk, Suriname is... door de hele wereld uitgekost. Isabi. Ze zei, nee, dat ja. We hebben vrienden die dat. Als jij als Surinamer niet kan begrijpen... wat er destijds met Bouters is gebeurd... toen hij op reis ging naar China... ja, dan... Unaftaki, Isabi. De vernedering die je daar zag... van een staatshoofd in China... en daarom zie je die vrijpostigheid weer gebeuren, toch... Maar ik hoop dat Santokki hier daar stelling tegen neemt en zegt van nee, het gaat niet zo. Deze mevrouw, die probeert de kapotte scherven van Suriname bij elkaar te vegen door lijming. Isabi. Ook probeer die lijming. En dat is een hele ondankbare taak voor mensen. Isabi. Want ze niet zang, ze namen nakbroko. Dan... Nu ben ik aan de beurt om te laten zien wat ik voor Suriname kan doen. Dan moet ik ook nog een scherven, kapotte scherven. Dan moet ik dan lijmen, dan poting. Al heb je het gelijmd, al heb je het in elkaar gezet. Die scheuren, die bars gaat altijd aanwezig zijn. Het gaat zichtbaar aanwezig zijn. Daarom wanneer die apper me vraagt over hoefdraad. Ja, hoefdraad is een persoon. Ja. Maar zijn daden gaan altijd blijven. Want die hoeft dat te doen, ja. Is dat bij mijn hoop de kering? Want ja, na morgen domboerkje die bisma kan doen dat hij. Maar kijk, dat ding van deze mevrouw, er is drugs gevonden in die vlucht. Ja, moet je luisteren, kijk... Je ziet hetzelfde in Guyana gebeuren. Je noemt het door mensen. Kijk, nou, Granger Guest had hem ook doen. Dus dan hem ook. Tjara dopa guadoroseno. Want ja, kijk, wie is verantwoordelijk, meneer Irfan Ali? Is onder zijn regime. Wie is nu verantwoordelijk? Santokki. En je zegt ze niet toch, ik kom bij. Mensen steken elkaar op over dat ding van Orion. Kijk nou, je hebt zelf gehoord met je eigen oren... een hele gerenommeerde journalist, Henna Draaibaar... die dat ding vertelt en zegt van, moet je luisteren, kijk, er is een rechtszaak geweest. En ja, Boutersen moet zijn excuses aanbieden tegen Santokki, omdat hij het gezegd over die drugsdingen. Isabi, Orion, noem maar op. Sloten ook. En is ze sloten, kom broer, ja. Weet je, want ja, jongen, dat ding. De man ontdekt me morgen. Destijd me bij een beetje mofeet doen, alles soort zijn. Weet je, maar kijk naar mensen...
Dit zijn daden van mensen die niet weggaan. Ze blijven. Die uitspraak van die rechter. Asanate tang, die traggeneratie, de Congo-lezing. Dat is sabi. Weet je. Oké. Deze mevrouw is heel moeilijk. Omdat toen ik gewoon de nonsens vertrouwen, ik kan dansen. Is leuk. Maar niet voorbereiden mensen. En niet voorbereiden. Ja. Nederland, India, Indonesië, belangrijke partners van Suriname op dit moment. Waarom? Omdat ik kan korten, maar ik dacht, kijk nou, India, we hebben dingen, hoe heet het? Hindustanen vanuit India, jongen. Isabi, kijk naar die mensen nog even en help ons. Ja? Kijk, Nederland, er woont een hele grote groep Surinamers hier in diaspora. Die mannen zijn nog nauw verbonden, moet je kijken. Zonder en mij besteden aandacht aan Suriname. Er wordt gepraat, er wordt gediscussieerd, er wordt gedebatteerd erover. Indonesië, je hebt toch mensen hier zo van jou, ook in diaspora. Help die mensen, help ons. Kom met ons meedenken hoe we het moeten doen. En dan mensen, is dat toch discriminatie, racisme, nadis en dat. Ik heb bewust Afrika niet genoemd. Waarom? Ik kan niet daar gaan. Want heeft Miguel daarna, dan tegen met haar eieren, ja, maar diaspora, dat moet hij, nee, 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 nee. Zijn geen mensen van mij. De man mij gebruikt voor mijn faciliteiten. Door te komen hier zo, de man tjade man kopotja in one fort. Dat de man tjade, want het was de laatste, maar die mannen zijn geen Ghanese. Dus ik wil daar niks mee te maken hebben. Dat heb je niet gedaan. Ik heb het niet gedaan. Maar ja, mensen, Afrika bestond niet. Nou, Bakara Kong, daar is maar Afrika. Dit werelddeel noemen we Afrika. Ja? En dan, hier nou, België, je hebt Congo, Duitsland, je hebt Tanzania, Portugal, je hebt dit, Frankrijk, je hebt dat, en, Italië, je hebt zus. Hoe praat je? Kijk, dan maken we een mooie grenslijn. Dit is een Ineco-abredatieren, want daar kom je in mijn gebied. Weet je. Zo is Afrika ontstaan. Ja, oké. Okay. Ik weet het niet van dingen. Maar heeft Mika Afrika. Afrika heeft het nog moeilijker dan Suriname. Dus ja, ik heb daar dingen in. Dus ja, ik weet wat je gaat doen. Jotemitak, ik ben een racist. Nou, dus ja, goed zo, Isabi. Maar ik ben wel een racist. Dat realist is. En realistisch is. En dan, ja, geen tijd verdoet aan nonsenserij, mensen, Isabi. Maar goed, ik ga me focussen op twee landen, India en Indonesië. Deze mevrouw, net als hoe ze hier naar Nederland is gekomen, ja, en de troep opruim wat de Surinaamse regering daarvoor heeft gemaakt in Nederland, weet u, dat is een hele ondankbare taak. Want ja, wie zegt maar dat jij beter bent? Dat gaat er gezegd worden in het buitenland. Begrijp je, mensen? Dus, kijk nou. We hadden mevrouw, hoe heet het? We hadden een zaakgelastigde hier, die ambassadeur wilde worden. Wie was die mevrouw? Ja? Wie denk je dat die mevrouw was? We hebben een parlementariër in Suriname, die man heet Rashid Doekie. Wat zie je gebeuren? Ja? Meneer Doekie, die gaat zijn dochter plaatsen. Als dingen, Bouterse, wordt dan onder druk gezet. Van ja, moet je luisteren, kijk. Mijn dochter, die wordt het. Ja. Mensen, ze heeft geen goede job gedaan. Dat jouw vader, iemand is als Doekie, wil niet zeggen dat jouw prudentiële goed zijn. Dat ik als korreu leren naar de zand. Ik zal niet vanuit mij leren in zijn hand. Iedereen wordt master. Maar ja, heeft die accident inhoudelijk, want Sani, ja, dan zijn ze het ding niet master, Isabi. Oké. Okay. Dus mevrouw Chantal Doekie wordt dingen. Hoe heet het? Zaakgelastigde. Meneer Timmermans, die weet het. Want zij komt dan met geloofsbrieven. En moet je luisteren, mensen. Kijk, als de wereld regels heeft gemaakt. En een land als Suriname zegt, ja goed, de hel met die regels. Ik ga gewoon mijn eigen kant op. Ik stuur haar, zij wordt het. Meneer Frans Timmermans heeft 2 jaar gewacht om haar te ontbieden voor haar geloofsbrieven. En ja, daar staan Surinamers op haar achterste poten natuurlijk, Isabi. Maar mevrouw Chantal Doekie heeft geen goed werk voor echt mensen.
Ik had gezegd bij die afgelopen dingen van, hoe heet het, Prinsesdag, het heeft een Surinaams kantje, een tintje. Waarom? Omdat elke ambassadeur wordt uitgenodigd op Prinsesdag om aanwezig te zijn. Dan wordt het beleid bepaald van Nederland. En jij als ambassadeur moet dat gaan doorbrieven aan jouw land. Van ja, kijk, Nederland gaat dat veranderen, gaat dit doen, gaat zus doen. Wat haal je uit voor ons? Ze is nooit geweest op die dingen. Weet u, één, omdat ja, die vader, meneer Rashid Doekie, vreselijk hulp nodig heeft, psychische hulp. Isabi, en ja, ik weet het, je gaat boos op me worden, want ja. Die dochter wordt geplaatst door hem. Charles de Aver, mensen, mevrouw Chantal Doekie, ga maar luisteren een stukje. Charles de Aver, Chantal Doekie. Een in het LMSZN geboren baby. Oké, dat is minister Elias, die vindt het leuk, hè. Isabi, want jij is minister van volksgezondheid geweest. En ja, die mevrouw, dochter van Doekie, dus, ze is geboren in het LMC. Mongra ziekenhuis, hè, Isabi. In Nikeri, ja. Dus ja, luister maar. Door te zijn geboren in het LMSZN is kleine Chantalletje zo groot geworden. Niet alleen in jaren, maar ook met een toppositie. Zij doet lobbywerk voor het LMSZN om artsen en specialisten van Surinaamse origine uit Nederland aan te trekken. Ze heeft ons al met de eerste netwerken in contact gebracht. Het resultaat is binnenkort nog een Surinaamse arts uit Nederland en een zo noodzakelijke radioloog voor ons LMSZN. Dank je wel. De directeur van het streekziekenhuis, de heer Elias, die was niet zo lang geleden in Nederland en die gaf aan dat toch het ziekenhuis hier toch nog wat expertise, wat deskundigheid nodig heeft. En ik begreep dat er een hele grote Surinaamse samenleving ook in Nederland is. En je hebt dus dokter Grep daar, die dus een netwerk heeft van artsen, die graag ook hun bijdrage willen leveren hier in Nikeri. En hier zeg ik, hè, kijk, ze is niet goed geïnformeerd. Kijk, als je een dokter hebt als meneer Grep. Meneer Grep is een huisarts. Isabi, maar goed, we doen naar een PSA, naar de Sangisernang, noem maar op. Isabi, dat wordt zijn naam genoemd. Maar hier zie je iemand die totaal niet geschikt is om als zaakgelastig op te treden. Ze kent Nederland niet, Isabi. Alleen maar geplaatst omdat zij dingen is, hoe heet het? Verkering? De dochter is van Rashid Doekie. Ja. Is heel jammer, heel verloren tijd, lastingen. Sowieso Suriname, Menikeri. En dan was het goed om de mensen met elkaar in contact te brengen. Om na te gaan, wat kunnen de mensen daar aan expertise geven en kennisuitwisseling, et cetera. Dus dat hebben we eigenlijk een beetje in elkaar gezet. En het loopt, het werkt. We mogen dus straks meer tegemoet zien vanuit Nederland, vanuit de Surinaamse gemeenschap als het om artsen gaat? Ja, dat is de bedoeling. Dus u hoorde de directeur ook al zeggen, een radioloog en dadelijk ook een specialist. Dus het is de bedoeling dat er samengewerkt wordt met verschillende ziekenhuizen in Nederland. Er is ook aangegeven dat u zelf een product bent geweest van dit ziekenhuis. Dat u... Ja mensen, u weet dat dat niet van terecht is gekomen, want ja, ze zijn die artsen gaan halen uit Cuba. Ja, als jij die keuze maakt, jij bent aan het bewind en aan het mag. Ja, natuurlijk moet je dat doen, Isabi mensen. Maar dit is mevrouw Chantal Doekie. En dit is dat ding, ondankbare taak van mevrouw Santokie. Die deze troep, die deze mensen hebben verricht, moet komen opruimen. En weer het vertrouwen winnen van de Nederlandse burger, inclusief wij. Want wij wonen hier, Isabi. Want als je als ambassadeur niet weet dat je... Ja, ik heb niks te zoeken bij meneer Grep. Isabi, ja, sorry, maar je moet toch bij hogere geplaatsten kunnen zijn. Als ambassadeur moet je kunnen praten. Ja, kijk maar hier met de standvaste, die directeur. Die man praat met meneer Harry van Bommel. Heb jij mevrouw Chantal Doekie dat ooit zien doen? Dat is de vraag. Deze mensen komen hier en... Nederlandse dingen
post, ambassadeurspost, is vreselijk gewild, mensen. Waarom? Omdat je uitgenodigd wordt op allerlei feestjes. Mensen gaan met je pronken. Je voelt je dan geweldig. Maar ja, je kan je wel geweldig voelen. Maar je betekent 0,0 voor je land. Ja, dan is er niks geweldigs aan, mensen. Isabi. Even kijken hoor. Meester is kort door de bocht. Maar morgen betere NDP. Beta macht hij. Ja, is waar. Betere de man, beta macht hij. En we zouden toch niet vooruit komen, Isabi. Want ja, op de achtergrond, dit toch eten aan de macht hij. En ja, mijn hoop dat hij Pompeo kan je zijn naam. Meester Singh, ik ben het niet met je eens dat omdat Suriname een kleine gemeenschap is en daarom niet draait. Want er zijn genoeg andere kleine naties die wel voortvarend zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Brunei. Het ligt aan de regering van dit land. Meester Singh, ik denk dat India eerst hun eigen mensen moet helpen. Want daar is het zo armoedig als Suriname. Althans, miljoenen van groetjes. Ja, ja, u hebt gelijk. Weet u, India moet zijn eigen boontjes doppen. Maar omgekeerd moeten we wel zeggen dat Suriname niet naar India is geweest om leningen aan te bieden aan India. Maar India is wel naar Suriname geweest en heeft 84 miljoen aan leningen uitgegeven aan Suriname. Ja, India is een heel armoedig en miserabel land. Maar die idee, wat kan passen aan de sandati? Lukken ze maar paaien. Is dat niet? En als we het over India hebben, dan zeg ik, kijk, mevrouw Santokhi heeft een vreselijke, ondankbare taak. Heel ondankbare taak. Want deze dingen, net als dat ding van Chantal Doekie. Ja, er is nog een probleemgeval. En dat heeft betrekking op India. Hele probleem, moeilijk geval. Ja. Mensen, wat is dat probleemgeval? Waar gaat het over? Ja, we hebben Chantal Doekie gehad, de dochter van Doekie, Isabi. Zo vader, zo dochter zou je zeggen, want het is toch niets geworden. Weet je, een ander moet nu die troep komen opruimen en het vertrouwen weer winnen. Voor de Surinaamse natie, ja, zodat er wegen open gaan. Nu komen we bij India. Ja, dan komen we bij meneer Erwin Kanhai. Meneer Erwin Kanhai, mensen, daar komen we terecht. Wat de hel heeft Erwin Kanhai te maken met India? Nou, net als hoe meneer Doekie een dochter heeft, heeft meneer Erwin Kanhai ook een dochter. En dan praten we over mevrouw Ashna Kanhai. En mensen, kijk nou, je kan het oneens met me zijn. Ja, zonnepanelen in Suriname komen van India. De Mangi, dus dorpen. Zonlicht via zonnepanelen. Ja? Heel afgelegen dorpen in Suriname. Dus je zou zeggen, we moeten een boensma. Maar als je kijkt wat deze mevrouw Ashna Kanhai, dochter van Erwin Kanhai, gepresteerd heeft in India. Mensen, mevrouw Santokhi, pak je stoffer en blik, Google Kring, Google Figi. En ga die scherven bij elkaar lijmen. Je hebt een vreselijke ondankbare taak. Je hebt een vreselijke ondankbare taak. Wat bedoel ik met mevrouw Ashna Kanhai? Ga maar luisteren. Ga maar luisteren en overtuig jezelf. Goed luisteren, ja? De Surinaamse ambassadeur in India, Ashna Kanhai, wordt beschuldigd van corruptie. Ze is geen beroepsdiplomaat, maar een politiek aangestelde vanuit Suriname. Die weinig kennis en gevoel heeft van de diplomatieke kwesties en de diplomatieke afhandeling ervan. Het merendeel van de ontslagen medewerkers van de ambassade waren ervaren politieke professionals geweest bij buitenlandse zaken in Suriname. Ze wordt verder beschuldigd van het vragen van steekpenningen aan mensen welke zaken willen doen met Suriname. Daarnaast heeft ze zich ook schuldig gemaakt aan het vragen van gunst en financiële compensatie voor lokale ondernemers. De nieuwste zwendel waar aan het licht is gekomen is de huur van de Surinaamse ambassade in Delhi. Er zit een groot verschil in de lagere daadwerkelijke huur en dat wat de Surinaamse regering betaalt. Als u voor welke alles van dichtbij meemaakte, bleef hij hierdoor ontslagen uit zijn functie en heeft de zaak aangespannen bij het Hoge Gerechtshof in India.
Ze heeft geprobeerd de delegatie van India naar Suriname af te persen. Hier was dat, ja. De delegatie van India naar Suriname. Ik zat niet naar mevrouw Waldering Bouters, hè, om ze af te persen, mensen. Isabi, dit is mevrouw Asnak. Je moet erom lachen, Isabi. Tak ze na Umasma, dit is alweer een, weet je. Maar hoe haal je het in je hoofd, mensen? Het is niet om te lachen, hoor. Sorry, Isabi. Maar probeer maar te luisteren. Want hier is ook nieuwe capaciteit uit ontstaan, hè. De pers is maar af, dan hadden we dat. Dit is niet gelukt en heeft veel slecht bloed gezet. De naam van politieke en prominente mensen heeft ze gebruikt om haar indruk te kunnen maken op lokale bevolking. De oppositieleider, Chan Santokhi, heeft een ophouding gevraagd om de prachtige goede naam van Suriname te rechtstreken. De andere consul van Mengelen is ook slachtoffer van haar kind geworden. Hij is ook geïnteresseerd dat het een ontzien komt. Ministerie van Buitenlandse Zaken en Communiën haar stappen kan ondernemen. Ze heeft het volk van Suriname en velen om haar heen discrediet gebracht en misbruikt. Ja, mensen, omwille van de tijd, hè, maar weer zo'n figuur. Een dochter van een andere persoon, NDP'er, maar die er totaal niks van gebakken heeft. Ja, Isabi, even kijken hoor. Meester, goedemiddag. Ik schakel nu pas in. Oh, wat erg van jou, meisje. Vindt u het niet verpand dat de baggerwerkzaamheden van de Surinaamse rivier is stopgezet? Mij bekruipt het gevoel dat het door de uitspraak komt van Pompeo. Ik vind dat Ramdin China van repliek moet dienen. Ja, kijk, zie je. Ik heb u gezegd, deze apper van mij, ze is vreselijk gevaarlijk, weet u. Maar ze is scherp. Maar omdat je laat hebt ingezakeld, ik ben begonnen door te zeggen, ja, inderdaad, meneer Ramdin moet de Chinese ambassade op het matje roepen om hem te zeggen van, kijk, dit is het beleid van Suriname en je hebt daar hier niks in te brengen. De buitenlandse aangelegenheid is iets van de president van de Republiek Suriname, of het nou Bouterse is, of Santokhi, of noem maar op. Weet je, de president van de Republiek Suriname bepaalt dat. En als die president van de Republiek van Suriname zegt van, ja, ik wil meneer Pompeo hier hebben, dan zij dat zo. Ja, en jij dient je daar afzijdig van te houden. Die man is niet voor jou gekomen. Die man is voor de Surinaamse natie gekomen. En als je het niet goed vindt, opdonderen. En ja, Chinezen gaan dreigen, ja, kijk maar. En ik kan u laten zien hoor, Chinezen doen dit in elke Afrikaanse land. Ja, Kenia, de man stopt maar heel visproject, weet je. En als je verder gaat, dan komen ze dingen in beslag nemen, omdat, ja, kijk, Chinezen zijn ook niet dom. Ze weten dat die militairen in Suriname, het zijn gewoon lafaards, die nou doen niks, begrijp je. En daar moet de Surinaamse bevolking hier stelling nemen. Maar dit is niet zo dom, de man sabi, tak ja, maar ja, ook die ding, NDP'ers van Sani, en dan, ja. De mokus, ze gaan niet meedoen. En ja, de andere groep die deze regering steunt, er is verdeeldheid en die Chinezen spinnen er garen bij, Isabi. En aan de zomergaren, mooie satenen garen worden gesponnen in de Surinaamse gemeenschap. En ja, wij hebben het niet door. Wanneer appers me vragen, waar komt het goed? Zeg ik, nee, het komt niet goed. Waarom? Ja, Surinamers in Suriname kunnen Suriname niet regeren. Klaar, punt uit. Het is er niet. Ja, gewoon keiharde maatregelen naar de sanatie. En ja, kijk dat normaal wat er gezegd wordt over de staatszender. Ja, opdonder die handel. Militairen die niet loyaal zijn aan de uniform die ze dragen. Uittrekken die uniform. Ga maar pleiwachter. Weet je, er is een nieuw bewind en dat bewind ga je ondersteunen. En Asanano, biggie biggie. Weet u, er moet een clean sweep in Suriname komen. Weet u mensen. En als je het niet goed vindt, onder deze omstandigheden, in een mantang, Libi in Sernang, onder haar regime, die zie. Ja, ga dan weg. Doe lek uno. Wij Surinamers, samen met mij, denk ik, velen hebben één ding gezegd. Ik kan niet leven in een onafhankelijk Suriname. Ik kan dat niet. Nou, wij wel. Ja, nou goed. Dan ga ik weg. Minogo mek trobi na jou, Isabi. Dat ga ik niet doen.
Dan zeg je niet tot andere redenen. Je bent niet voor ieder vatbaar. Ja, om te vragen van, ja, maar waarom kan jij niet in een onafhankelijk land leven? Dan zijn we toch vrij in die dingen. Ja, maar dan moet je niet naar Frans-Guyana gaan. Want ze zijn ook niet onafhankelijk. Je moet niet naar Aruba, Curaçao en die plaatsen gaan. Ja, want dat is dat vervelende van Suriname. De Mekong, Etheon, London, zes naar onafhankelijkheid en al dat soort dingen. Maar ze gaan nooit naar die landen die onafhankelijk zijn. Ze gaan niet. De Nagana vakantie daarbij. Wie gaat naar Venezuela? Is toch een onafhankelijk land? Weet je? Ja, moet je luisteren, mensen. Kijk, ik heb zo een uitgesproken mening over zaken. En het hoeft niet dit van jou te zijn. Terugkeren bij die topic van mevrouw Santokki, Isabel. Kijk, dus belangrijke posten. Nederland, Chantal Doekie, heeft er een puinhoop van gemaakt. Openlijk gezegd. Chantal Doekie, die dochter van mevrouw Doekie, meneer Doekie. Nu krijg je meneer Erwin Kanhai, en die peer, ja, Sarudo, en ook poté was maar met diplomatieke ervaring. Je hebt gehoord, een poté Umapching, ja. En wat krijg je? Ja, helemaal een puinhoop. Helemaal een puinhoop. Je hebt een andere NDP'er, meneer Dilip Sarjo. Mensen, je wil dat niet geloven, te mijn eigen jongen, echt. Je gaat het echt niet geloven. 4 juli 2020, mevrouw Yildiz Polak Bigli benoemde deze dochter, dit is de dochter van meneer Dilip Sarjo, als honorair consul van Finland. En dan zeg ik, kijk nou meneer Ramdin, je hebt werk hoor. Want dat zij haar 4 juli 2020 gaat benoemen, mevrouw Yildiz Polak, in een demissionaire periode, want Suriname zei, ja maar het is er niet, want dan kan ik aan mijn kroek toe doen, terwijl ik haar laatste deed. Isabel, nee, weet u, er zijn... Jij moet deze mevrouw ontheffen gelijk. Je bent geen honorair consul. En als je het niet doet, kan ik jou één ding verzekeren. Want meneer Dilip Sarjo is niet dom. Hij weet met die uitspraak van wat hij gedaan heeft met diaspora. Meneer Dilip Sarjo heeft onze gelden van diaspora gestolen. En heeft zijn fortuin gemaakt. En er is een nep soort rechtszaak geweest in Suriname. Nou, Lekasan heeft EBS toch? Er is een... uitspraak geweest van een rechter, wat heb ik gemist bij zo'n uitspraak? Maar goed mensen, die mevrouw, de dochter, mevrouw Warsha Torilal, Sarjo Torilal, ze is getrouwd Torilal, ze heet Warsha Sarjo. Dat is ook zo'n verknipgeval, weet je, vreselijk moeilijk. Want ja, kijk, deze mensen, Chantal Doekie, mevrouw Asna Kanhai en mevrouw Warshat Sarjo, die moeten het hebben van de vader. En ja, moet je luisteren, meneer Sarjo, Fufuro, dat is wat vroeg je van die dochter. Meneer Kanhai, doe weer het. Ja, kijk maar naar die gedrag van dat dochter. Meneer Doekie, ja, ik zei, muziekabijs, een beetje... gebrekkig ontwikkeld, meneer Doekie, is totaal helemaal gebrekkig. Kijk maar naar die dingen van, hoe heet het, die dochter, wat hij gedaan heeft. Weet u. En je kijkt naar mensen, je moet niet naar die persoon kijken. Je moet kijken naar die daden die die persoon verricht heeft. Die daden moet je kijken. Ja. En dan zeg ik, kijk, deze mevrouw, Santokki, ik wil niet in haar schoenen staan. Zij heeft het meest ondankbare taak die een Surinamer heeft. Om al deze troep die stuk voor stuk zijn gepleegd door Surinamers. En laat me het openlijk zeggen, door NDP'ers. Door NDP'ers moet ze komen schoonvegen, opruimen en de scherven oprapen. En bij elkaar gaan lijmen. Waarbij je de scheur, de barst telkens gaat zien. Want mensen gaan ze haar altijd confronteren. Ja, maar ja. Jullie hebben er niks van gebrouwen. Mensen zoals ik gaan zeggen, ja, niet goed. Suriname is mijn land, ik ben er geboren. Mijn vader, mijn voorvader. Isabel, maar ja, sorry. Ik heb lof en eerbied voor mensen die zeggen, ja, we gaan het toch proberen. Ik wens je veel succes. Maar ik ben iemand van keiharde, radicale maatregelen. Weet u, ik minek hangen. Papa zoet houden, nat houden, Isabel de Wanne, nou... Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Isabel, mensen,
ik ben die laatste niet vergeten. Weet je, want ik heb gezegd, Nederland, India. Hoe zit het met Indonesië, mensen? Even kijken hoor, mensen. Clean sweep is alleen mogelijk als je de grote vissen achter slot en grendel krijgt. Zoals het nu gaat zien ze dat ze er weg mee komen. Daarom is Suriname nu in deze staat. Ja, meneer Wijnruit, u hebt gelijk. Je moet niet schrikken. U hebt een woord gebruikt, clean sweep. Clean sweep is gedaan door één persoon in Suriname. Ga maar googlen en zoeken. Dan ga je zien wie degene de aanstichter is van clean sweep. Mensen waren niet blij ermee. Maar het is wel gebeurd in Suriname dat er een clean sweep, operation clean sweep. Ga maar toetsen een beetje en kijken. Dan ga je verbanden zien, operation clean sweep en Santoki. Maar, mensen, hoe zit het met die... We moeten naar de Indonesiërs gaan ook, want ja, mensen, kijk nou, Surinamers beseffen niet, ze weten het niet, Isabi. Ze snappen totaal niet wat dat ding is van Indonesië. En ja, waarom? Ja, als Indonesische mensen het zelf niet snappen, hoe ga je dan in godsnaam verwachten dat wij het snappen? Dat is de grote issue. Isabi, dus ja... Heeft mijn Japanese in zijn aanschrift niet begrepen? Ja. Dan zijn hier nog mensen goed eerlijk, Isabi. Kijk, hoe heet het, meneer Somaharjo? Ja? Ik heb u laten zien, mevrouw, meneer Doekie heeft een dochter geplaatst. Chantal Doekie in Nederland. Meneer Kanhai heeft haar dochter geplaatst in India, ja? Meneer Dilip Sarjo plaatst haar dochter in Finland. Meneer Somaharjo, we gaan luisteren, mensen. Ga maar een stukje luisteren wie de Javaanse gemeenschap gaat plaatsen. Oké? Ga maar luisteren. Is nepotisme, vriendjespolitiek. En we hebben nog gisteren gehad de benoeming van uw wederhelft, uw echtgenote, als directeur op het ministerie van Sociale Zaken. En we zien weer heel wat reacties op social media van waarmee is deze regering bezig. Zijn ze bezig alleen vrienden en families te accommoderen? Oké. Eén. Mijn vrouw, Amina, is geen waarom-houder. Is geen pitchelverkoper. Niet dat meneer kijkt uit de roepen. Goed zo, dus. We hebben hier te maken met een zwaar kaliber vrouw. Ze is geen pizzaverkoper, geen waarom-houdster, ja? Dus zij is gerechtig om die titel te krijgen van ambassadrice, toch in Indonesië, mensen. We gaan luisteren. U moet weten, zij is nog steeds ambassadrice. U weet, ze was ambassadeur in Indonesië, ja? Omdat ze ons eruit zette in 2014... hebben ze ook haar teruggeroepen. Dus ze is teruggeroepen niet omdat zij ongeschikt is, maar omdat via de partij is niet in de regering, dus zij moet teruggeroepen worden. En zij was niet alleen ambassadeur van Indonesië, ik heb hier een lijst. Zij was ook niet residerend ambassadeur van Australië, van Thailand, Filipijnen. Ze was ook vaak gelast in Nederland. Dus dat heeft de ervaring. En daarnaast heeft zij de nodige opleiding. Opleiding van Master of Business Administration, International American University. Daar is ze afgestudeerd. Ja, mensen, we kennen die instituut toch? Nou, Prespe, Mark, Rosalie, meneer Brunswijk en nog vele anderen gestudeerd hebben. Maar goed, mevrouw Amina Pardi, zij was, ambassadrice in, Indonesië. Hoe is het dan vergaan, weet u, met haar? Want ja, ben u niet benieuwd dan naar dit ding, Isabi? Van wat heeft ze ervan gebrouwen? Uzi, Chantal Doekie, totaal niks van gemaakt, ja? Hoe heet het, mevrouw Erwin Kanhai? Mevrouw Erwin Kanhai, mevrouw,
hoe je dat meest Asna kan hij corruptie, afpersing, alles aan dat die. Weet u, ik lach erom mensen, maar kijk, weet je waarom? Je zit met dat ding dat je je niet verwacht dat ik was een vrouw. Ik doe dit aan die zin, ja. Weet u. Maar goed, dus drie mensen, die dochter van Dilip Sarjo, die dochter van Doekie en die dochter van Erwin Kalai, ja. Ambassadrice van Suriname, mooi man, Isabel. Nu krijg je een vrouw van meneer Somoharjo. Die wordt een ambassadrice. Wat heeft zij daarvan gemaakt, mensen? Mensen, weet u, dit is mijn wereld, hè, Isabel. Dus ja, je kan me niets vragen van Indonesië, of ik weet het, Isabel. Maar dit ding is vreselijk, vreselijk eng wat er hier is gebeurd. Heeft mij tegen dat je een vrouw voor, hoe heet het, Somoharjo. Waar Somoharjo zoveel lof over heeft, Takina de Sanati. En wij gaan er ruiterlijk, openlijk over. Vanuit, hè. Ja, maar, noem maar, Japanese, de staga. Indonesië is toch logisch. In elkaar potwam malik misikaba in Indonesië. Het werkt toch niet. Of, ipotwam malik meneer Singh. Het werkt toch niet. Isabel, je moet een Japan zetten. Als ik jou zeg dat, kijk, die mevrouw Amina Pardi, die praat geen Bahasa Indonesia. Bahasa, taal, Indonesia. Zo noemen ze dat. Bahasa Indonesia. Dat een Javaan die uitgestuurd wordt, Master of Business Administration, zoals meneer Somoharjo zei, niet de taal kan spreken van een Indonesiër. Hoe dan? Hoe? Isabi, dat is dat meest erge ervan. Even kijken. Iemand wordt altijd heel boos van me, wanneer ik met dingen. Meester, u verliest kostbare tijd om het zomaar weer te laten horen. Blijf luisteren wat ik ga je wat laten horen. Kijk, mevrouw Amina Pardi, de vrouw van Somoharjo, die gaat naar Indonesië. Ze is aangesteld en ze gaat haar geloofsbrieven aanbieden. En ze maakt kennis met meneer Jokowi. Ja? En ja, oké. Dan wil ik u meenemen naar een paar stukjes. En dan ga ik u laten zien dat je... Hoe, wij Surinamers begrijpen het niet, hè. Omdat jij Japanese, dat tegen Indonesië dat alles goed komt. Als je de taal zelf als Javaan niet spreekt, dan hebben we een probleem, mensen. Weet u. Het is heel zielig en kinderachtig wat er gebeurt, omdat er gelachen wordt naar de Sanati. Maar het is serieus, mensen. Want ja, je kan niet als ambassadrice daar naartoe gaan en dit soort dingen doen, hè. Maar we gaan luisteren, mensen. Kijk nou, zij gaat zeggen, Saiki, zij is zien, ja. Dat wil zeggen, ja, ik schaam me, ja. Het is in een gelegenheid, hè, samen met dingen. Maar ze gaat haar dingen... ze gaat zeggen van hoe ze zich schaamt dat ze de taal niet kan spreken. Dit is mevrouw Amina Pardi, de vrouw van meneer Somoharjo. Ja? En, even kijken, waar was hij? Ja. Jij kan meneer Indonesisch praten, man. Ik ken hem. Kijk nou wat ze gaat zeggen. Ja, hoor je dat? Ze schaamt zich dat ze Indonesië is en dat ze niet Indonesisch kan praten. Ja? Dat is toch prachtig? Ja? Ja. En nou gaan we ervan uit, ja, het is een Javaan. Ja, ze komt uit Indonesië, voormalig die ouders uit Indonesië. En ze kan het niet. En, ja, er wordt gelachen hoor, mensen. Maar het is bloedserieus. Ze moet nu praten, hè? Maar dan moet je kijken. Hoor je dat wat ze zegt? Ora pantas ngomong Jawa, karo
Jokowi. Weet je, het is niet beleefd, het is niet beschaafd om Jowo, Javaans, te praten met meneer Jokowi. Ja, maar dan moet je dat toch weten. Je wordt uitgestuurd als ambassadrice. Het eerste wat je doet, is die taal gaan leren, toch? Weet je, mensen? Oké. Hoor je wat ze zegt? In niet champor champor, ja. Ja, ik ga het mengen hoor. Isabel, Javaans, Nederlands en Engels. Weet je, champor champor, champor, weet je. Je weet dat ding wat we noemen toch? Achar champor. Ja, zuur gemengd. En als ze komt, kom erop, peperik, jong, alles is champor champor, ja. Weet je. Dus champor betekent mengen. Ik ga praten, maar ja. Ik ga mengen met allerlei talen. Ik heb mijn persoon bereikt. Ik zag Jokowi, gouverneur van Jakarta. Ik zag dat het nummer Duba Suriname. Dat zijn niet. En mensen, Duba staat voor Duta Besar. Hè? Dus Indonesische mensen korten dingen af. Hè? Dubas, Du, D-U staat voor Duta aan. Ja. Ambassadrice en dan besar, groot. Indonesië hebben dat dingen formalistisch. Ja, tuan besar, je bent een grote heer. Weet je, dat soort dingen. Expectation. Ja, champor, champor, Engels zo. Die man lacht daaruit. Maar het is heel vreselijk voor mensen om dit te moeten meemaken van iemand. En als je kijkt hoe die man lacht en dat soort. En je weet, er gaat niks uitkomen. Waarom? Omdat je, als je niet kan communiceren, heeft het geen zin. Ja. Het is heel, heel triest hoor. Dus mensen, kijk, wanneer ze Mohajo dat ding zegt, die vrouw dingen, het eerste wat ze ontbreekt is die haar eigen taal moet ze gaan leren. Isabi. Ik zit niet voor mezelf op te scheppen, maar als een koeliman lijkt me manga scoren dat ego leren, ja, dan is het weer dit toch dat jij dat niet kan. Meester, ik dacht dat je meer thuis was in India. Heb je belangen in Indonesië? Ja, heb ik. Aha, is vreselijk nood hoor. Ja, ik heb belangen in Indonesië, ja, weet u. U neemt mij landgenoot in de lachmolen. Ja, ik niet, dat doet ze zelf hoor, weet je. Even kijken. Jouw Javaanse woord. Oh, iemand stuurt een paar dingen voor mij. Ja, mensen, kijk, ga geen gokko, weet je, praten en zo, want dat is heel onbeschoft. Weet je, verrek jouw Javaanse woorden, schat. Het is niet zo. Kijk, de persoon die dit heeft gestuurd, ik, Aku. In Indonesië moet je niet zeggen, wanneer je formeel praat met een hooggeplaatste, ik, Aku. Nee, je moet zeggen, ik, Saya. Ja, jij, Koe. Ja. Ja, jij moet je niet noemen als Koe. Je moet zeggen Kamu. Ja, en dat is informeel. Hè? Maar als je formeel gaat praten, moet je niet zeggen Kamu, maar je moet zeggen Anda. Ja, en daarom zeg ik, ja, wees voorzichtig. Wees voorzichtig, weet je. Want Indonesië is, als je een goede beurt wil maken, dan moet je laten zien aan een Indonesiër dat jij zijn taal beheerst. Mensen, ik ga overdragen aan meneer dingen. Kijk, ik ben begonnen door te stellen van, moet je luisteren, kijk, ik noem twee dingen die ik heb opgemerkt tijdens dat bezoek van meneer Pompeo. Eén was die Chinezen, ik vind dat gewoon brutaal en vrijpostig van hun. Weet je, meneer Ramdin moet de Chinese ambassadeur op het matje roepen en dan toch zeggen van, moet je luisteren, de eerstvolgende keer, straks komt er 25 november komen er hooggeplaatste mensen uit Nederland. Wat ga je die mensen ook aanspreken dan? Weet je, de hel met jou, dan gaan we maar weg. Ja, en als je die baggerproject stopt om ons onder druk te zetten, ja, moet je luisteren, opgedonderd met jou, Donepayi.
weet je mensen, ja? Meneer Brunswijk heb ik benoemd, want meneer Brunswijk die heeft, die mocht niet komen. Ik heb u laten zien dat zijn protocollen die gehandhaafd worden. En wanneer die mannen zeggen van, moet je luisteren, ik wil die man niet in mijn omgeving hebben. Ja, dan gaat hij niet uit in zijn omgeving komen, mensen. Ik kan je dat garanderen. We zijn toen overgestapt naar die dingen. Hoe heet het, mevrouw Santoki? Het is een hele domper voor haar geweest. En dat ben je zien voor Unusanama voor Lagi. Er is 20 kilo cocaïne gevonden in het vliegtuig. Weet u, waarmee ze hier naartoe kwam. Ja, meneer Linsker heeft werk. Isabi, want hij kent al deze trucjes en laaghartige streken. Dus ga maar werken. Weet u, er is even ertussen door dat ding van operatie Orion gekomen. Ik heb je laten horen van, ja, moet je luisteren, kijk, is leuk. Maar ja, je weet niet veel over dat ding, want ja, dat hele ding. Je hebt gehoord toch dat hij zijn excuses moet dingen, omdat de rechter ernaar heeft gekeken. En gezegd van, ja, moet je luisteren, nee, het klopt niet wat jij zegt. Dus Bouterse, net als Sloten, je moet je excuses aanbieden tegen Santoki. Weet u, een rechterlijke uitspraak, mensen. Ik ben gegaan, ik heb gezegd, deze mevrouw Santoki heeft een hele ondankbare taak. Omdat ja, hoe ben ik gewend heeft zie, het trouwe goeie goed dansie, goeie ding, dorpoe, ik want to plastic tas, nou, want to brokobroko, zanig, gidip, ching, weet je, schriften. Deze zegt, nee, ik ga het niet doen. Ik ga ervoor zorgen dat die kinderen zelf een tas kunnen kopen en zelf schoolspullen kunnen halen. Dus ik ga naar die landen die deze dingen fabriceren en ik ga daar zo mijn werk voortzetten voor ze. Heel goed, Isabi. Je moet het zo zien. Kijk, om dat te kunnen doen, heeft ze problemen. Want ja, mevrouw Chantal Doekie heeft problemen veroorzaakt. Mevrouw Amina Pardi, mevrouw Asha Kanhai heeft de boel opgelegd in India. Meneer, mevrouw Torilal, Warsa Torilal van Dilip Sarjo, ook benoemd als honorair consul van dingen. Ja, en mensen, het is lastig. Ja. Een lastig heb je nog. Een ambassadeur hoeft de taal van het land niet per se te spreken, maar je moet wel goed onderlegd zijn. Goede communicatieve vaardigheden beschikken, anders wordt het niks. Ja, sorry, maar ik ben het er niet mee eens. Als ambassadeur moet je... Even ik ga Nederland in een mantak Nederland, dat van je doet dan. Want ja, troonrede wordt in Nederlands gehouden. Kijk maar dat ding wat ik je laat zien van mevrouw Amina Pardi. Als je zegt dat een Javaan die naar Indonesië gaat. En daarom komen wij niet vooruit, hè, mensen. Weet u, de goede gang op vakantie, bijvoorbeeld naar Wankondre. Eerste wat een Hollander doet, hij bij hem een woordenboek. Weet u, want hij wil kunnen communiceren met die dingen. Maar ja, als wij dat niet vinden, dan ligt het niet aan ons, mensen. Ligt het aan jou. Mensen, ik kap ermee. Het is altijd. Ik ga overdragen. Ik dank jullie voor jullie apps. En wel thuis en steeds even. Jij ook. Dank je wel. Ik heb mijn telefoon afgesloten. Dus ja, mensen, sorry. Maar het komt wel goed. Aanstaande dinsdag. Ik zwaai af en ik ga jullie overdragen aan meneer Frits James. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.